Hallo iedereen en leuk dat jullie kijken naar de tweede video van de F1 2015 Carrière Mode met Sebastian Vettel. Jullie hebben net mijn kwalificatierondje gezien en wij starten vanaf P3 met een tijd van 37,7 ten opzichte van een 37,4. 3/10 verschil dus tussen ik en de nummer 1. Dit is een circuit waar ik niet heel erg goed in ben, heb ik gemerkt. Wij starten vanaf P3 dus. En dat was best wel teleurstellend. Voor de rest nog opvallende dingen. Maldonado op 19 is teleurstellend. Verstappen, onze eigen Verstappen op P10. En voor de rest allemaal wel standaard. Laten we naar... Oh, en Kimi Räikkönen op P9. Dat is ook wel teleurstellend. Laten we in ieder geval doorgaan naar de race. En hopelijk dat we een net zo goede race hadden als in Australië. Waar wij meteen de eerste plekken hadden en meteen de eerste winst van het seizoen. Hopelijk kunnen we die race voortzetten hier in Maleisië. Voor de tweede wedstrijd van het seizoen. En laten we zien wat we ervan kunnen maken. Hier zijn we dus voor round 2 voor championship season in Maleisië. We hebben al de startopstelling doorgenomen. Laten we dan maar op de snelste band starten. De zachte band in dit geval. In ieder geval. Hier starten we dus. 5 rode lichten. En we zijn onderweg. Oh mijn god, we hebben een slechte start, of niet? Laten we doen. Aan de binnenkant meteen bij... Oh, close, close. We staan tweede. We hebben Hamilton te pakken. Hamilton is nog aan onze binnenkant. We hebben hier de betere grip. We hebben de betere grip. En we staan tweede. We hebben 1 Mercedes te pakken. Nu nog Nico Rosberg. Nee, nog niet aan de binnenkant. Naartoe remmen. Oh, we schieten een beetje door. We zitten heel dicht op de versnellingsbak van Nico Rosberg. Oh, hier gaat hij snel. Nico. Hij schiet een beetje door. Oh, hier aan de binnenkant. Oh, ik durf het niet. Ik ga natuurlijk niet te veel risico's nemen. Oh, we schieten een beetje door. We hebben in ieder geval gat naar Lewis Hamilton. En hopelijk kunnen we zo snel mogelijk een aanval plegen op Nico Rosberg. Cheeky. Oh, ik neem een paaltje mee. Oké. Lijkt erop dat we Nico Rosberg niet kunnen bijhouden. Oké. Maar ja, hij loopt gewoon weg. Snelste race ronde ook van Nico Rosberg. Dus ja, ik zie jullie wel weer als er iets bijzonders gebeurt. Oh, snelste race ronde. Toch de snelste race ronde. Dat is verrassend. We zijn sneller dan Nico Rosberg. We hebben het gat gedicht. Nu nog een voorbij komen. Dat is nog het tweede deel. In ieder geval. Oh, Rosberg verremt zich. Rosberg verremt zich. Oh, we hebben contact gemaakt. Rosberg lijkt ineens een heleboel tijd te gaan verliezen. We schieten van de baan. In de slipstream. Aan de binnenkant bij Nico Rosberg voor de leiding in de wedstrijd. En we hebben hem. Wij hebben de leiding in de wedstrijd. Op een circuit. Wat niet mijn beste circuit is. Eigenlijk juist mijn slechtste circuit is. En hopelijk kunnen we deze leiding vasthouden. En dadelijk als de DRS gebruikt mag worden. Gaat Nico Rosberg ongetwijfeld aanvallen. Want ja, wegrijden kunnen wij denk ik niet. Dat is juist een beetje het probleem. In ieder geval, we hebben de leiding. En ik denk dat Nico Rosberg terug gaat aanvallen. Ik kan niet mijn motor in de snelste stand zetten, want dan verbruik ik te veel. En de DRS mag geactiveerd worden. Weer snelste race ronde. Daar komt Rosberg. Nope. We zijn te slim af. Oké, jongens, we zijn aangekomen weer op het lange stuk waar Nico Rosberg zometeen gaat aanvallen. Daar opent hij zijn DRS. En dat geeft dus 12 km puur meer snelheid. Want daar komt Nico Rosberg. Ik zorg niet dat hij in mijn slipstream komt. Oké, het is hem niet gelukt om voorbij te gaan. Ik vind dat we het goed doen. We houden Rosberg op een veilige afstand. Zodat hij ons niet met DRS kan aanvallen.
In ieder geval, ik denk niet dat hij mij in het bochtengedeelte kan aanvallen. Dus ja, ik zie jullie weer denk ik op het volgende rechtstuk. Nou, daar zijn we weer op het volgende rechtstuk. Kijken of Nico Rosberg ons nu kan aanvallen. Ik hoop het natuurlijk niet. Daar komt Nico Rosberg met zijn DRS, maar hij is weer te ver weg. En het is hem weer niet gelukt om aan te vallen. Ho, ik verschiet. Ho, ho, shit, shit, shit. Nee, ik ging van de baan af. En Rosberg gaat in de aanval. Nu is de battle on, hoor. En ja, we komen inderdaad naar binnen. Ho, we schieten een beetje door. Ho, shit, shit. Oh, mijn god. Kijk, what the fuck? Hoezo kan ik niet sneller in deze pitstraat? What the fuck is dit nou weer voor bullshit dan? Ja, hallo. Are you serious? Hoe sloom ging ik daar ooit? En nou, nu word ik zeker ook opgehouden in de pits. Als dat zo is. No way. Are you kidding me? Nou, nu staan we... Het is ook weer niet te geloven, hè. Maar, hè, ik kon niet sneller in de pits. Ik zat in z'n één. En ik kon niet sneller... Nou, dat was vaag. In ieder geval, we zijn gezakt naar P10. En de twee Williamsen aan het knokken, I think. Ho, aan... Oh, sorry, Massa. Was niet expres. In ieder geval, zonde. Want ik weet nou niet of we nog voor die twee Mercedes'en eruit komen. In ieder geval, in de slipstream van Bottas. Aan de binnenkant. Oh, wat remmen we laten. We schieten helemaal door. Maar we hebben Bottas nu wel. We hebben twee Williamson te pakken. Daar komen ze uit de pitstraat. En we zijn... Oh, daar is Kimi Räikkönen. Oké. Räikkönen komt voor ons de baan op. Dat is teleurstellend. We zijn in op P5 staan we nu. En ja... Maar ja, we gaan in ieder geval het beste van maken. Misschien aan de buitenkant bij Ricciardo. Nope. Never mind. Oké. We gaan door in ieder geval. We gaan op jacht naar de vierde plaats van Ricciardo. Misschien hier in de slipstream en dan een aanval aan de binnenkant. Oké, dat is te doen. Dat is te doen. Dat is te doen. Op Ricciardo. Oh, hij zit er nog. Nope. Hij heeft de betere grip. Hij is volgens mij op de primes gestart, de harde band, want hij is nog niet gestopt volgens mij. En hij rijdt een hele lange stint. In ieder geval, we hebben DRS aan de binnenkant bij Ricciardo voor de tweede keer. En nu is hij gezien. En wij hebben P4 in de grote prijs van Maleisië in ronde 2 van het kampioenschap. Volgende is Kimi Räikkönen, onze teamgenoot. We hebben DRS op hem, maar hij accelereert heel snel weg. Ja, en die kunnen wij nooit bijhouden. En het lijkt erop dat de twee Mercedes'en echt te snel zijn. Dus we gaan denk ik voor de derde plaats. En ik denk ook dat we derde worden. Als er niks speciaals gebeurt, want... Ik weet niet, maar volgens mij is dat een soort glitch of zo. Dat ik in de pitstraat... niet sneller kon. Laat achter in de reacties als je weet wat het zou zijn. Ik had namelijk geen idee. In ieder geval, we hebben het gat heel erg dicht naar Kimi Räikkönen. En ik denk dat we ook wel een aanval kunnen plegen op Räikkönen. In ieder geval, denk dat we wel een actie kunnen maken na dit gedeelte, na dit bochtige gedeelte. Hier uit accelereren en aan het eind daar, die bocht daar, daar ga ik een move maken. In de slipstream van Räikkönen. Laat remmen. En we hebben hem, denk ik. Nou, hij zit nog aan de linkerkant. Daar zit hij, daar zit hij. Ho, bijna contact. We moeten... We zijn teamgenoten. We mogen niet te hard strijden tegen elkaar. In ieder geval, we gaan er weer voor. We hebben DRS op hem, dus we kunnen hier een actie aan de binnenkant. Oh, we hebben contact gemaakt. We hebben contact gemaakt. Oh jee. Oh jee. We hebben DRS. En wij hebben P3 op de plek waar we zijn gestart. Trouwens, als we P3 eindigen, ik denk niet dat het een hele grote teleurstelling is of zo. Want ja, we zijn derde gestart.
In ieder geval, Raikkonen heeft nu DRS op ons. Ik denk niet dat hij dat echt heel goed kan gebruiken. Nope. Ik zie jullie weer als er weer iets bijzonders gebeurt. Nou, dan zijn we in ieder geval weer in rondje 12, bijna 13. We zijn echt weggereden van Kimi Raikkonen. En we beginnen nou ook wel dicht bij Lewis Hamilton te komen. Een van de Mercedes'en. Misschien kunnen we nog voor P2 gaan. Ik weet het niet zeker. Maar ja, we kunnen altijd hopen. We zijn sneller dan ons teamgenoot Kimi Raikkonen. En we zijn volgens mij ook sneller als Lewis Hamilton. Want daar is Hamilton al. Nog 2 rondjes te gaan in deze race. We hebben er al 13 op zitten van de 14. En ja, Rosberg is echt te ver weg. Rosberg die gaat echt. Die heeft echt een hele domino. Oh. Dat was niet mijn bedoeling. In ieder geval, het gat is 1,5 seconde naar Lewis Hamilton. Dus we kunnen nog een aanval plegen. Oh, shit. Maar goed, we hebben het gecorrigeerd. In ieder geval, we kunnen nog tweede worden. Als het mee zit tenminste. En als we niet onszelf verremmen of zo. Dus ik zie jullie denk ik weer op het punt dat we een aanval kunnen plegen op Lewis Hamilton. Dus tot zo. Het lijkt erop dat Hamilton gewoon te snel is. De twee Mercedes'en te snel zijn. Om echt een aanval te plegen. We hebben niet eens DRS op hem. We zitten niet eens binnen de seconde. En dat betekent dus dat dit de derde plek wordt. We mogen nog mee naar het podium. Hier, Nico Rosberg wint de race. Wij worden derde in de Grand Prix van Maleisië. Toch wel tevreden, want ik had dit wel kunnen verwachten dat we niet plekken zouden winnen, omdat ik gewoon niet goed ben in dit circuit. We zijn derde gestart en we worden derde. We moeten gewoon het ermee doen. Derde plaats, ik ben er tevreden mee. Het lijkt erop dat Vettel er zelf ook tevreden is. In ieder geval weer voor de tweede keer naar het podium, terwijl we hier lekker de champagne aan het spuiten zijn. Een derde plaats dus. En ik ga zo even kijken wat het dus doet met het kampioenschap. Hier zijn we. Uiteindelijk een 1,1 seconde achterstand op Lewis Hamilton. Ja, we konden het gat gewoon niet dichten. Maar wat doet dat het met de stand? Oh, hier. We zijn gezakt naar de tweede plaats in het kampioenschap. We staan 3 punten achter Nico Rosberg. Dat is jammer. We zijn dus de koppositie in het kampioenschap kwijt. Maar het seizoen is nog lang. En dus kan er nog van alles gebeuren. Dus ik zie jullie bij de volgende race. Doei doei!